Hey, leuk dat je er weer bij bent bij een nieuwe knutseltip. Vandaag gaan we tie-dyeën. Oftewel, met verf een patroon maken op je t-shirt. Dat klinkt leuk, hè? En ik heb er al een voorbereid. En ik pak er eventjes erbij. Dit gaan we maken. Het is wel een knutselklusje dat je samen met je ouders moet doen. Voor deze knutsel heb ik nodig een t-shirt, een nog witte, een rekje, een bak, een wasbak. Je kunt hem ook thuis in de wasbak maken. Je hebt tie-dye verf nodig, flaconnetjes, een handschoen, elastiekjes en een plastic zakje. En waar we nou mee gaan beginnen is het maken van een swirl. Ja, dat klinkt gezellig, hè? Daar heb je ijsjes van. Dat kun je ook met je t-shirt doen. Dan ga je eigenlijk in het midden ga je draaien. Dan heb je zo'n bolletje gemaakt. Dan pak je wat elastiekjes. En die ga je eromheen binden. En dan ga je hem eigenlijk het t-shirt in de rondjes ga je verdelen als een soort van taart. En dan ga je die flaconnetjes, die ga je over je t-shirt heen zitten. En ieder partje van je taart doe je een andere kleur. Zodat de verf goed overal tussen komt, dan heb je het mooiste resultaat. Kijk, dan is dit het resultaat. Nog niet helemaal klaar. Want dit moet een uurtje of 6 tot 8 in het huishoudfolie of, wat ik hier heb, in een plastic zakje blijven. Kijk, dan stop je het er zo in en dan laat je het gewoon liggen. Nou hebben we hier met KnutselTV niet 6 tot 8 uur de tijd, dus hij gaat er gewoon weer even uit. Want als je dus 6 tot 8 uur gewacht hebt, dan knip je de elastiekjes open. En als je dat gedaan hebt, dan is je shirtje eigenlijk klaar. Kijk, kijk. Hier is onze swirl. Je ziet dat er een gedraaid... Je moet er zelf ook even kijken. Oh, mooi. Een mooi gedraaid patroon in zit. Met paars, roze, rood, groen. Even afspoelen. Dan in de wasmachine. En op dit t-shirt staat 30 graden. Doe het ook niet heter dan dat. Als enige in de wasmachine. En dan is je tie-dye helemaal klaar. Net als deze. Veel plezier. Fijne knutsel.